Goedemorgen en welkom in Teuven, België. En vandaag zijn we in, nou ja, u zegt wel, Teuven voor de Polar Bear. De enige van de bearsports-trails die ik nog niet had gelopen. Ik zou er eigenlijk vorig jaar aan mee hebben gedaan, maar door een fortuinlijke ontmoeting tussen een konijnenhol en een enkel was dat nog geen goed idee. Dus maar vandaag zijn we er. En er ligt van sneeuw. Wat sneeuw, niet al te veel. En het vriest licht. Min 4, min 5 graden. Zonnig. Het belooft een schitterende dag te worden. We lopen vandaag de 22 kilometer. Dus hebben zowel een kortere route, 17 kilometer, als 22 kilometer. Vannacht is ook al de nachttrail geweest. Ik geloof 14 kilometer. Roelof van Craving Trails heeft daaraan meegedaan. Dus hij zal binnenkort wel een filmpje posten. En hebben we zin in? Ik ben erg benieuwd. Het is een mooie omgeving, Zuid-Limburg en Noord-België. We gaan zien wat het brengt. Dus ga mee! ongeveer op 1/3. 7,29 kilometer. Dan een aantal bekende stukken van het parcours gehad. Bekend omdat die ook in de Bear Trail zitten. Afgelopen najaar natuurlijk daags 50 kilometer daarvan gedaan. En toen was het nat, modderig. En dat is nou bevroren. Dus even uitkijken voor de enkels. Maar gaat goed tot nu toe. Gaat lekker. Het is heerlijk weer om te rennen. Echt genieten. Finish van Diemen uit de Polar. Zo, dat was de Polar Bear Trail. 22 kilometer. Nou, een aantal hele mooie stukken, hele bekende stukken ook tussen van de Bear Trail. Nog even met de organisatie gesproken en die zei ook van ja. Je zit dan hier aan het meest uiterste gedeelte van de Bear Trail. Waar ook een aantal hele mooie stukken zitten. Dus we dachten van nou, gooi hier ook even in de winter een trail tussen. Om dus ook iedereen te laten genieten van die stukken. Zeker voor degenen die de korte afstand van de Bear Trail doen. Die komen dan hier niet. Maar dan heb je ook wel deze geweldige omgeving om in te rennen. Het weer was fantastisch, zonnig. Sneeuw hier en daar. Grond was bevroren, niet al te veel modder. Het was heerlijk om te lopen. Wel even voorzichtig gedaan in verband met mijn enkel. Die helemaal geen last van gehad. Het is echt top gedaan. Echt tevreden ook over mijn tijd. Dus fantastisch. En nou op naar de volgende. Volgende week de Trilde Phantom wintereditie bij La Roche. En dan eens kijken hoe het daar is. En vooral als jullie onze filmpjes leuk vinden, abonneer je vooral op ons kanaal. Vergeet niet op het beltje te klikken om een notificatie te krijgen elke keer als we weer iets nieuws hebben. Mocht je een idee, een suggestie of noem maar op iets hebben, laat het vooral hier beneden in de commentaren of in de comment section. We zitten op Facebook, Diemenrunners, Instagram, Diemenrunner. En dan hier op YouTube, Diemenrunners. En de rest mij jullie nog een hele mooie dag toe te wensen. En tot de volgende. Keep on trailing.